Het UMCG krijgt 4,8 miljoen euro van KWF Kankerbestrijding voor onderzoeken. Het geld is bestemd voor 9 onderzoeksprojecten, voornamelijk naar nieuwe toepassingen voor immunotherapie. Via immunotherapie wordt kanker bestreden met het eigen afweersysteem. Het UMCG is erg blij met het geld. Ja, dit is echt fantastisch. Je moet maanden wachten voordat je de uitslag hoort. Maar nu zien we dat 9 groepen fors geld hebben gekregen om onderzoek te kunnen doen. Van echt heel bazaal, preklinisch, helemaal tot in de kliniek. Dus we zijn hier heel erg blij mee. Met het geld kan een breed scala aan onderzoeken gedaan worden. Dat bestrijkt mensen die van tumorcellen kijken waarom ze zich hoe gedragen en hoe je daarop in kunt grijpen. Bij wijze van spreken in een kweekflacon tot echt onderzoek bij patiënten wat hiermee gefinancierd wordt. Tot psychosociale aspecten van het hebben van kanker en hoe je daar iets aan zou kunnen doen. Dus echt het hele spectrum. Medisch oncoloog Lisbeth de Vries krijgt het meeste geld, 2 miljoen euro. Zij doet onderzoek naar het vinden van tumorkenmerken die voorspellen of patiënten wel of geen baat hebben bij immunotherapie. Ik heb geld gekregen om samen met heel veel disciplines hier in het UMCG, maar ook in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, onderzoek te kunnen doen naar een manier die we hopen te vinden om patiënten te kunnen vinden die het meest baat hebben bij immunotherapie. En immunotherapie is een nieuwe manier van behandelen voor kankerpatiënten. En die manier maakt gebruik van je eigen afweer, van je normale afweer. En die wordt als het ware opgekrikt om op die manier met je eigen materiaal je tumor aan te kunnen vallen. Giften van het KWF zijn cruciaal om het onderzoek verder te brengen. Ik denk dat je moet zeggen dat voor het kankeronderzoek in Nederland en daarmee in mijn ogen ook voor de behandeling van kankerpatiënten in Nederland het KWF echt een enorm essentiële factor is. Dus ik heb gelukkig al heel vaak KWF-subsidies gehad en veel collega's van mij ook. En het is echt cruciaal om nieuwe mensen op te kunnen leiden die weer allerlei vaardigheden hebben om het weer verder te brengen. En onderzoek en behandeling ligt natuurlijk zo dicht bij elkaar, zeker in dit vakgebied waar het allemaal zo snel gaat en zulke enorme veranderingen zich op dit moment voltrekken. Het krijgen van zo'n grote som geld blijft zelfs voor hoogleraar de Vries bijzonder. Als je het echt weer binnen hebt en je hebt een plan gemaakt een half jaar geleden en je weet nu dat je het mag doen, ja, dan is het een paar dagen heel erg bijzonder. Ja. En dat vlak voor de kerst. Precies, ja. Het is echt een kerstcadeau. De onderzoeken zijn geselecteerd op basis van hun wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie. En ze gaan komend jaar van start.